Met ingang van 6 oktober heeft burgemeester Pauline Krikke ontslag genomen als burgemeester van Den Haag. Maar ik wil dat jullie als eerste vertellen, inwoners van Den Haag. Het crisismanagement van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft, o ironie, juist op die datum een nieuwe opleidingsapp geïntroduceerd voor burgemeesters. Is dat toeval of niet? Dat was helemaal toevallig, ja. Nee, met onze app daar zijn we echt al een jaar mee bezig geweest om die te vullen en casuïstiek te schrijven, zodat de gebruiker van de app kan oefenen in crisis. Maar dat het toevallig op dezelfde dag uitkwam, dat was echt toevallig. Een mooie bijkomstigheid. Wat is eigenlijk de bedoeling van die app? Met de app proberen we eigenlijk op een leuke, interessante manier burgemeesters van elkaar te laten leren. Dus ervaringen te delen door dilemma's voor te leggen en burgemeesters ook een aantal vragen te stellen die je moet beantwoorden gedurende de app. En worden ook steeds moeilijker. En tegelijkertijd ook voor mensen die geen burgemeester zijn, die misschien wel interesse hebben in van wat doet eigenlijk die burgemeester als het over crisis gaat, om ze daarin ook te laten zien wat het eigenlijk allemaal inhoudt. De app is nou niet echt rete spannend te noemen. Er valt niets te winnen. Misschien alleen dat je niet voortijdig je ontslag moet nemen. Nee, met deze app zijn er alleen maar winnaars, maar het heeft geen extra waarde voor een sollicitatie. We spelen de burgemeesters-app. Met veel mazzel en nog meer hulp halen we de next level. Is dan ook een mogelijkheid van wat ga je doen als iemand een strandvuur, een vreugdevuur wil? Zit het er ook in gebouwd of... Nee, dat ligt zo voor de hand dat je dat niet moet doen. Oké, burgemeester zijn valt niet mee. Het is een moeilijke baan waarbij de vlam makkelijk in de pan kan slaan om maar eens een metafoor te gebruiken. We gaan kijken of de burgemeesters van Wassenaar en Leidschendam-Voorburg goed hebben opgelet en de app succesvol kunnen spelen. We zijn in Raadhuis de Pauw in Wassenaar. Naast mij zitten burgemeester van Leidschendam-Voorburg Klaas Tiegelaar en de burgemeester van Wassenaar Lene de Lange. En hier voor mij heb ik een tablet, zal ik het maar even noemen, met een spel, speciaal voor burgemeesters. En we gaan eens even kijken of ze daarmee bekend mee zijn. En heb je er wel eens mee gespeeld al? Ja, dat heb ik gedaan. Ja, zeker. Ja. En dit is jouw, dus jij hebt hem ook geïnstalleerd. Ik heb hem geïnstalleerd. Dat is alles wat ik ermee gedaan heb. Ja, dat meen je. Ja, want burgemeesterschap is geen spel. Hè? Er staat hier burgervader, dat zijn jullie dan. De burgemeester als burgervader, burgermoeder, betekent dat je meebeweegt met de emoties van de crisis. Je zoekt contact met de mensen die zijn getroffen door het incident. Nou, dat klopt. Vaak neem je ook het voortouw bij herdenkingen of bijeenkomsten met bijvoorbeeld de school, de sportclub of anderen. Deze rol zie je bijvoorbeeld terug bij auto-ongelukken waar dorpsbewoners bij om het leven komen. Oeh. Hebben wij dat wel eens meegemaakt? Jij, burgemeester Klaas Tiegelaar? Ik heb wel incidenten meegemaakt waar, niet specifiek een auto-ongeluk, maar wel waar mensen bij omgekomen zijn. Ja, maar dus... je hebt goed empathisch vermogen, heb ik uit betrouwbare bronnen gehoord, dus jij kan ermee omgaan. Denk je dat zo'n spel daar mee kan werken? Nou, zo'n spel, zo'n game die je dan op deze manier speelt, dat zet je even stil. En wat je ziet bij de verschillende rollen die je hebt, je laat het op je inwerken. En iedere crisis of ieder incident is altijd weer anders. Maar hier leer je toch wel even weer na te denken van, oké. Ah, er komt hier Kijk. Een scenario over dat je burgemeester bent van een plattelandsgemeente. Mm-hmm. Medewerkers van een bedrijf uit een buurgemeente, ja, dus nou, dat zijn wij dan waarschijnlijk, zijn in uw gemeente op bedrijfsuitje. Ze zijn op een riviertje aan het kanoën. Tijdens het uitje gaat het mis als het weer plotseling omslaat. 2 jonge medewerkers komen in het wilde water om het leven. De andere 12 medewerkers worden gered en opgevangen in de brandweerkazerne. Geef elk dilemma een cijfer op basis van de casusinformatie. Dan moet ik hier het blokje gaan slepen van weinig naar veel. Ja. Nou, en dit is een heftig incident. Een bedrijfsuitje. Mensen hebben de dag eigenlijk bedacht als een hele mooie, plezierige dag. Ja. En, komt ook landelijk op het nieuws, ben ik bang. Ja, dat komt echt wel... dus ik schuif hem naar, richting veel. Ja. Dus ik geef 8. Ik denk dat er inderdaad wel veel mediadrukte er omheen komt. Ja. Dan gaan we die door. Nou, dat heeft hij goed hoor. De dood van de 2 werknemers en de ervaringen van hun collega's. Zo, jij bent er geweest. Dat scheelt weer. Gaan we naar de volgende.
Burgemeester Lene de Lange verwacht je in dit geval weinig of veel emotie bij de lokale bevolking. En dan mag je weer gaan slepen van weinig naar veel. Ja, dat verwacht ik dat dat wel het geval is. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om mensen van het naastgelegen dorp. Alleen wat je zult zien, en dat geldt ook voor een gemeente als Leidschendam, Voorburg en Wassenaar, dat daar ook allerlei verbindingen zijn tussen mensen. Overling, mensen die elkaar kennen via sportverenigingen of via het werk. Dus ik verwacht dat daar het nodige contact is. Dus mijn verwachting is, ik zet hem op een 7, dat daar mensen toch emotioneel bij betrokken zijn. Plus iedereen kan zich ook bij voorstellen, want ja, er zijn heel veel mensen die een bedrijfsuitje hebben. En daar wil je allemaal leuk en gezond weer van terugkomen. En als dat niet zo is, dan raak je dat. Dus ik vermoed dat daar wel de nodige impact is. En dat is ook weer juist. De impact zou inderdaad hoog zijn. Ook al kwamen de mensen uit de buurtgemeente, iedereen zou zich iets kunnen voorstellen bij het ongeluk. Het komt zogezegd heel dichtbij. Wat denken jullie? Worden de antwoorden ook geregistreerd en doorgegeven aan de ontwikkelaar? Nee, ik denk het niet. Eerlijkheid gebied wel. Ik heb de app geïnstalleerd en net zoals de gemiddelde Nederlander ga je dan akkoord met alles. Maar natuurlijk, dat heeft ook helemaal, er zit ook vaak helemaal geen goed of fout in. Het gaat over dilemma's en hoe handel je daarin. En daar helpt zo'n app bij om daar zelf over na te denken. Er komen er nog wat vragen. Zo van, ga je ter plekke? Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, ga je daar naartoe? Dat is altijd, deze casus zou ik zeggen nee. Dat is altijd een afweging. En ik ben daar altijd zeer terughoudend in. Want het gebeurt wel eens bij een brand of een woningbrand. Was voor mij altijd geld. Ik hoef daar niet naartoe om te zorgen dat de hulpdiensten hun werk doen. Die doen hun werk. En die moet je niet voor de voeten lopen. Maar ik ga er wel naartoe op het moment dat dus op de plek zelf de mensen die slachtoffer zijn, als het ware, zeg maar even die armen om hen heen nodig hebben. Als steun. Als steun. Het lijkt me toch wel een zware functie, zo burgemeester. Als ik dit zo lees en zie, het is niet alleen maar lintjes doorknippen. Nee, ja, het is een heel veelzijdige functie. Ik ga hem niet direct als zwaar willen doen, omdat wat je doet is toch wel heel bijzonder om voor je gemeenschap dit werk te mogen doen. Maar natuurlijk, het is heel veelzijdig en er komen ook van dit soort aspecten. En op dit moment, je kunt trainen wat je wil, maar op het moment dat het er echt toe doet, moet je er wel staan. Dus het is daarin heel divers. En waar worden ook uiteindelijk goede burgemeesters aan erkend? Dat zijn wel, sta je op dit soort momenten er. Want op zo'n moment kan je echt het verschil maken voor je gemeenschap. En daar word je natuurlijk uiteindelijk, gaan mensen je daarop beoordelen. Dus je moet er wel staan als het nodig is. Ja, je moet zichtbaar zijn, hè? De iPad gaat dan uit. Jullie niet, jullie staan gewoon aan. 24/7 als altijd. Dat moet. Altijd. Ja, wat is er nou zo leuk dan aan een burgemeester te zijn? Ja, dat heeft niet te maken met dat je dus 24/7 altijd aanstaat. Maar je weet dat het erbij hoort. Je moet bereikbaar zijn. Er kunnen altijd dingen gebeuren waarop je moet reageren, et cetera. Dus dat neem je altijd daarin mee. Maar dat heeft, ik zeg altijd, het mooie is dat je van betekenis kan zijn voor mensen. En dat kan op vele manieren. Dat kan bij een incident zijn, maar dat kan ook in individuele situaties zijn dat je mensen ergens mee kan helpen, weer een stap vooruit te kunnen zetten, of groepen in de samenleving aan elkaar kunnen verbinden. Dat vind ik het belangrijkste en ook het mooiste van de rol, om dat te kunnen doen. En natuurlijk zit er ook een bestuurlijke kant aan, want die bestuurlijke kant heeft ook te maken met van hoe zorg ik dat we als gemeente ook stappen vooruit kunnen zetten en dat we gewoon onze gemeenschap, onze gemeente, goed kunnen besturen. Dus ja, dat is volledig eens. Dat is die veelzijdigheid die er gewoon in zit. Ja. Geen dag is hetzelfde.